Hallo allemaal, het wadloopseizoen is voorbij. En ik heb een autootje gehuurd en ben met mijn moeder op weg naar het Neandertalenmuseum in het plaatsje Neandertal. En dat ligt tussen München-Gladbach en Düsseldorf. De eerste vrijdag van de maand mag je je hond meenemen vanaf 2 uur 's middags. Museumshop en de ingang. Neandertaler. Kijk, ze gebruiken de naam Homo sapiens neandertalensis. Even een commentaar vanaf de montage. Het valt me dus op dat er gesproken wordt over Homo sapiens neandertalensis, ten opzichte van wat je meestal tegenkomt, Homo neandertalensis, ten opzichte van ons, Homo sapiens. Maar men doet dat dus om de verwantschap te benadrukken en zegt dat we eigenlijk één soort zijn, maar dan verschillende varianten daarop. Nou, andersom heb je dat meegemaakt met de zwarte en de bonte kraai. Die werden vroeger als één soort beschouwd, maar staan tegenwoordig te boek als twee verschillende soorten. Het verschil tussen de bonte en de zwarte kraai schijnt te zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd, toen de populaties geïsoleerd waren. Maar de verschillen waren niet groot genoeg om onderling paren onmogelijk te maken. Nu nog hebben de bonte en zwarte kraai verschillende gebieden waarin ze voorkomen. En waar deze overlappen, krijg je hybrides, bastaarden, zoals je in het Waddengebied wel ziet. Toch vraag ik me af of dat dan geen keuze is uit armoede. Zou een bonte kraai een partner nemen van de zwarte, als die even zo goed ook een bonte kan krijgen? Maar hetzelfde kun je je natuurlijk ook afvragen hoe dat zit in de relaties tussen de Neandertalers en ons. Maar ik denk dat dat altijd een vraag zal blijven. Nog een merkwaardig verschil in ondersoorten doet zich voor bij de wolf en de hond. Hoewel zij samen jongen kunnen voortbrengen, is het verschil duidelijk. De wolf heeft als wetenschappelijke naam Canis lupus gekregen en aan de huishond hebben we daar de extensie familiaris aan toegevoegd. Dat de Neandertaler en wij kunnen paren is pas bekend vanaf 2010, toen er op basis van genetisch onderzoek een artikel verscheen in de tijdschrift Science. En dat pleit dus wel voor de naamgeving van het museum. Dit zijn sapiens sapiens. Dit zijn wij. Ik kijk weer helemaal naar. Dus kijk hem op, wat de grote beenderen. Dit. Ja. En dit is een hoofd die veel rechter is dan onze. Nou, daar ben ik alweer. Het valt me op tijdens het maken van de montage dat ik toch wat korte opnames heb gemaakt iedere keer. En wat hap-snap. Dat past ook wel bij een dagje uit met je moeder. In plaats van dat je daar speciaal heen gaat om een videootje te maken. Maar nu voel ik toch behoefte om wat meer context te geven. En eigenlijk ook een context die je in het museum niet tegenkomt. Namelijk ook dat wij een geschiedenis hebben, zowel de Neandertaler als wij, met de verwantschap van mensapen. Nou, om dat in verband te plaatsen, de afscheiding van de orang-oetang uit onze stamboom is 13 tot 16 miljoen jaar geleden. Ongeveer 8 tot 10 miljoen jaar geleden gold dat voor de gorilla. En ongeveer 5 tot 7 miljoen jaar geleden is de chimpansee uit onze stamboom weggegaan. Dat betekent trouwens niet dat wij ooit chimpansees waren. Hè? Wij hadden een gemeenschappelijke voorouder en we hebben ons gesplitst in de evolutie. Maar dat betekent ook dat zij, de chimpansee, de gorilla en de orang-oetang, dat zij ook een evolutie sindsdien hebben doorgemaakt. Hè?
Als dat nou 6 miljoen jaar geleden was, die chimpansee en wij die uit elkaar gingen, dan was halverwege die periode, tussen de 2 en de 4 miljoen jaar geleden, dat was de tijd van de Australopithici. En dat waren onze voorouders, zal ik maar zeggen, die dan ergens halverwege onze ontwikkeling zaten, vanuit ons perspectief bekeken. Nou, je kan aan die Australopithici zien dat, ja, voor mijn idee, ze toch nog wel wat richting chimpanseeën gaan. Ze hebben dezelfde haren, ze zijn wat klein. Maar wat wel opvalt, ze lopen op 2 benen. Hè? Nou, de bekendste Australopithecus is Lucy, 3,2 miljoen jaar geleden. Australopithecus afarensis. En je ziet ook een jongere versie van de Australopithici, de Australopithecus sediba. En die is ongeveer 1,9 miljoen jaar. Even een perspectief voordat je de plaatjes kijkt. Hebben we net gezien dat de Australopithici leefden van 4 tot 2 miljoen jaar geleden. Daarna krijg je de Homo erectus. Eigenlijk door veel paleoantropologen beschouwd als de eerste echte mensensoort. En die leefde ook met verschillende varianten 2 miljoen jaar lang. En hij stierf uit 140.000 jaar geleden. Toen waren wij er al. Wij zijn ongeveer als moderne mensen 300.000 jaar oud. En dat betekent dus dat als wij net zo succesvol willen zijn, net zo lang willen bestaan als soort, dan moeten we nog 1,7 miljoen jaar mee. De Homo erectus is bekend om zijn beheersing van het vuur, om zijn vuurstenen vuistbijlen. Maar misschien is de grootste stap in zijn ontwikkeling zijn loopvermogen geweest, dat veel efficiënter was dan bij de Australopithici. Dit hangt ook samen met de verandering in zijn menu, omdat hij meer dan zijn voorgangers gaat jagen. Hij verplaatst zich over grotere afstanden en verlaat Afrika, wat de Australopithici nooit deden. 1,7 miljoen jaar geleden zit hij al in China. Het is dus een Homo erectus. En dan lopen we. Nou, deze laatste was wat genoemd wordt Turkana Boy. En die was pas 9 jaar oud waarschijnlijk op het moment van overlijden. Maar hun ontwikkeling ging veel sneller. Dus hij was wel volgroeid met zijn 1,63 meter. Nou, vanuit de Homo erectus ontstaan de Homo heidelbergensis. Voor zover het allemaal duidelijk is hoor. Maar die heeft een Europese tak en een Afrikaanse tak. En in het Europa van de ijstijden ontstaat de Neandertaler uit de Homo heidelbergensis. En in Afrika, lekker warm, ontstaat onze wat meer elegante, dandy-achtige soort. Dat is nog een oude vriend van mij. Krijgt de hond bijna niet mee. Kijken wat het verschil. Links Neandertaler, rechts ons.
Die of die van ons? Ja. Triumph eines Allesfressers. Ik wou op dit moment graag een klein puntje van zorg delen. En dat komt omdat ik dit boek aan het lezen ben van Ludovic Slimak. En zijn belangrijkste conclusie is dat wij, moderne mensen zal ik maar zeggen, te veel vanuit onze visie naar de Neandertalen kijken. En met name zou dat gelden voor cultuuruitingen. We vinden een schelpje met een gat erin en we zeggen al heel snel dat dat wel een ketting moet zijn. Nou, dat meisje van net heeft een ketting. Maar achteraf gezien heeft ze ook wel hele mooie kleren aan, met fantasierijke stiksels. En ik vraag me dan af of dat al niet te menselijk is. Nou, dat geldt natuurlijk helemaal voor die man in dat moderne pak dat daar in het museum staat. Ik vond het eerst wel grappig, maar achteraf gezien denk ik dat dat ons bevestigt in ons vooroordeel. En zo blijft de Neandertaler gevangen in beelden die wij van hem maken, eerst dom en bruut en nu meer best wel menselijk, terwijl we dan voorbij gaan aan de vraag wie de Neandertaler nou werkelijk was. Nog steeds wilde die Vicent vangen. Kijk dan, een buitenterras. Prachtig bos hier, hè? Wel lekker fris even. Precies. En nu zijn we weer buiten en dan moeten we de groene voetsporen volgen voor de opgraving. Dit is het riviertje de Düssel, waar Düsseldorf naar vernoemd is. In de verte komt mijn moeder aan. En hier gaan we naartoe. Zur Erinnerung an die Entdeckung des Neandertalmenschen. 1856. En dan komen we hier zo bij een hele grote toren. We weten eigenlijk nog steeds niet of dit nou de plek is waar ze hem gevonden hebben. Wat ik op dit moment nog niet wist, is dat die toren staat op de plek van de kalksteengroeven waar ze die botten hebben gevonden en die is helemaal afgegraven. Nou, dat was in 1856 en het was helemaal nog niet bekend dat het om een andere mensensoort ging natuurlijk. Dat heeft jaren geduurd. In 1859, 3 jaar later, dan publiceert Darwin On the Origin of Species. En daarin heeft hij het ook helemaal nog niet over de Neandertaler. Ik denk omdat er heel veel onduidelijk was, of omdat er misschien wel dingen te gevoelig lagen. Dit is Johan Carl Fulrot, wiskundige en natuurwetenschapper. En toen hij de botten onder ogen kreeg, heeft hij bedacht dat het om een uitgestorven mensensoort ging. Samen met Herman Schaafhausen, patholoog-anatoom, heeft hij zijn bevinding gepubliceerd in 1857. En dat was 2 jaar voor het verschijnen van het beroemde boek van Darwin. Het zou nog jaren duren voor hun ontdekking erkend werd. Hier zie je hoe het Neandertal er oorspronkelijk heeft uitgezien. En toen ik hoorde dat ze die bergen hadden afgebroken, dacht ik ja hoor, vroeger hadden ze ook geen belangstelling voor natuur en geschiedenis. Maar niks blijkt minder waar. Het was al een beroemd dal voordat ze die schedel vonden. Het is ook genoemd naar Joachim Neander. Dat was een tekstdichter uit de 17e eeuw. En die is in het Nederlands bekend met het lied Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Hij had een dienstbetrekking in Düsseldorf en hij ging naar het dal om teksten te dichten, maar ook om erediensten te organiseren. Het Neandertaal was ook bekend om zijn echo. Neander maakt daar gebruik van met zijn echolied. Hij voert daarin een klagende ziel op en het antwoord wordt dan gegeven door Jezus in de vorm van de echo. Dan zegt hij bijvoorbeeld, wilst du denn mich verlassen? En dan antwoordt Jezus, ich verlassen? Nou, in de eeuwen die volgen zijn er ook heel veel schilderijen gemaakt van het gebied, vooral in de romantiek.
En toen we naar huis reden, zei mijn moeder dat ze het museum heel leuk had gevonden, maar het meeste indruk had nog het landschap gemaakt. Boven op die toren heb ik opnames gemaakt, maar die zijn helaas mislukt omdat mijn hond ontzettend begon te piepen. Ze mogen niet die toren op, dus had ik hem vastgebonden, maar die open trap, dat was toch een beetje te veel van het goede. En als je er dan weer uitgaat, terug naar het heden. Vond je dit een leuke video? Like hem dan en abonneer je als je op de hoogte wil blijven in de toekomst.